Mijn beste vrienden Paramaribo groet u met een grand brasa. Soso respecti. We hebben een prachtig bericht voor u en dat wil ik u niet onthouden. Gisteren in de middag heeft een meisje van 14, een tiener, zich kunnen ontdoen van haar aanvaller. Ze heeft een verkrachting voorkomen door die man keihard in zijn ballen te trappen. En die ballen van hem zijn bijna zijn neus uitgespoten. Het was dus een goede klap. Ik geef dat meisje een compliment en ik applaudisseer voor haar. Ik heb het eerder gezegd in video's, een maand of drie geleden. Alle meisjes in Suriname, alle dames, alle vrouwen moeten weten dat ze zichzelf moeten kunnen verdedigen. Eigenlijk zou zelfverdediging een onderdeel moeten vormen van ook van ons curriculum op scholen. Omdat we te maken hebben met een bevolking die duidelijk tekenen heeft van onbeschaafdheid, onbeschoftheid en geen respect voor elkaar, met name voor vrouwen en meisjes. Dus wat moeten we doen? We moeten die meisjes mentaal en fysiek sterker maken, zodat ze die aanval kunnen afweren voordat die komt. En als ze midden in de aanval zitten, moeten ze zodanig kunnen handelen dat ze deze man uitschakelen. Dat doe je met hem schoppen tegen zijn ballen, maar ook met jouw knie. Als je de knie keihard optrekt en zijn kruis raakt, is hij uitgeschakeld. Ben je dan, kan je dat niet, dan heb je nog één ander middel. En dat middel, dat zijn je beide vingers. Stop die keihard in zijn ogen en je bent hem kwijt. Hoe groot hij ook is, niemand blijft staan op dat moment. Ze vallen als een verrotte boomstam. Pats, en het is afgelopen. Jij kan wegrennen en dan direct naar de politie gaan en aangifte doen van wat er is gebeurd. Beste vrienden, ik maak daar geen grappen over. Voor de vaders en de mama's die dochters hebben, die weten het, dat het altijd gevaarlijk is. Maar papa's en mama's die zonen hebben, die moeten ook hun zonen natuurlijk leren dat een vrouw niet een stukje vlees is wat je zomaar kan aanraken. Als een meisje niet wil dat je er aanraakt, moet je dat niet doen. En zeker wanneer het gaat om een verkrachting. Is een vies ding. Weet je wat je doet met zo iemand? En soms zijn het zelf neven en ooms en beste vrienden. Ik geef u dit verhaal omdat we willen dat we onze jongeren, met name de meisjes, goed beschermen door ze te leren hoe ze zichzelf moeten beschermen. Beste vrienden, dit was leuk nieuws, want het heeft niet plaatsgevonden. En wat mij betreft moet elk meisje handelen over hoe je het kan doen. Daar heb ik in de komende tijd nog een video over. Want er zijn manieren waarop je het kan doen, zodat je altijd succes hebt. Beste vrienden, tot later. Paramaribo groeten met een grand biggie brasa straight from the heart. Dit was het goede nieuws voor vandaag. En het is, 16 september. Waar gaat de tijd? 16 september. En wij zijn in afwachting op de evaluatie van de president. Want u weet wat hij heeft gezegd. Hij heeft beloofd in Amsterdam dat hij gaat evalueren. Dat wil zeggen dat al die plaatsen die nepotistische plaatsen, vriends en familie, dat die gaan worden ingeruild voor een breed beleid. Wij zijn in afwachting. Later. Suriname Unite, Paramaribo groet u.